En dan zijn we nu aanbeland bij de jeugdprins van de Kronkeleire. Bij jeugdprins Tigo de Jesse. Nee. Stel dich eens even voor aan de luisteraars. Hallo, ik ben Tigo. Die heeft met de achternaam Wildhuis. En ik woon in Gelein. En ik ben geboren in Gelein. Dus. Ja. Nu best ik al even jeugdprins, want als we dit gaan uitzenden, moet ik even denken, best ik al afgetrooien. Ja. Dus eigenlijk best tegen de vertrekkende prins. En dat is eigenlijk wel leuk om dat ook ertussen te hebben. Maar dan weten we ook wie dat is. Wie heeft ze het gevonden? Ja, leuk. Ja, ik vond op toch wel heel schoon. En ja, echt, ik heb genoten. En als ze niet de optocht mocht kiezen, wat vond ze dan het chiekste? Want ik heb hier al 5 prinsen gevraagd en ze zeggen allemaal, de optocht is het chiekste. Maar dus nu mocht ze niet de optocht kiezen. Wat is dan het chiekste wat ze hebben gehad? Alle zittingen van andere prinsen en jeugdprinsen was wel schoon om te zien. Nu hebben we afgelopen weekend hebben we de grote prins gezien en dat hoort een buikje. Dat hoort moeilijk. Maar wat chic, geen zo'n buikje. Dat, ik denk het wel, maar ja, we zien het verhaal. Als ze geen prins bent, waar zit ze op school? Op het Graaf Huyn College. Goed, met nog een weekje in het verhoedsel heb ze ook vast en zeker nog wel aan een lijfspreuk. Ja. Laat hem eens horen. Mijn overgrootoma wordt bejaarden, prinses. Mijn oma is thans Marie, mijn tante jeugdprinses en nu is ze Eugenie. Van kleins af aan worden we op de kronkel en we gaan heel graag prins waren. Na 8 jaar in de jeugdraad is het dan zoiets. Deze vaste lovend gauw knallen. Kronkel, alaaf. Nou, mensen, weet ik van streek Oegumsdag nog één chique week. Ja. En we koeken ons dus vast en zeker nog wel eens tegen. Ja, dankjewel. Dank. Is goed.